In de medische wereld wordt er vaak heel klinisch naar een ziektebeeld gekeken en wordt de patiënt zelf als mens een beetje vergeten. Terwijl het juist zo belangrijk is dat er persoonlijke zorg wordt geleverd. Neuroloog Jorrit Hof doet dit gelukkig wel. En daarom is hij door Luc genomineerd voor de Mantelzorg Award. Samen met mijn moeder en met mijn broer ben ik mantelzorger van mijn vader. Die heeft Parkinson. Hij wordt steeds afhankelijker. Het is fijn om er voor hem te kunnen zijn en voor hem te kunnen zorgen. Het is ook des te fijner dat er een aantal zorgverleners omheen staan die daar ook echt oog voor hebben. Ik heb Jorrit Hof genomineerd, de neuroloog van mijn vader. Omdat hij naast alle kennis en kunde die hij heeft over de ziekte heel goed inziet dat hij de patiënt en de naaste telkens opnieuw gewoon hard nodig heeft om te ontdekken en te begrijpen wat goede zorg voor die persoon is. Dit geeft ons extra vertrouwen en we hopen dan ook dat deze manier van denken en doen in de zorg dat veel breder omarmd en ondersteund wordt. Nou, ik vind het erg aardig dat Luc mij heeft genomineerd. Ik denk wel dat het niet zo is dat dat alleen om mij gaat, maar Parkinson is een hele ingewikkelde ziekte. Dat betekent ook dat we de zorg voor Parkinson doen met een team van zorgverleners, waarin Parkinson-verpleegkundigen ook een hele belangrijke rol spelen. Ik vond het ook heel fijn om te kunnen zien hoe Marta Huvenaars uit Nijmegen met mij meekijkt, mij adviezen geeft. Ik kan van haar leren, zij soms ook van mij. Ik denk dat dat een manier van werken is die veel dokters in Nederland al proberen toe te passen. Maar het is denk ik belangrijk om die manier van werken wel verder te verspreiden. Verder kijken naar de mens achter de patiënt is niet alleen prettig voor de patiënt zelf, maar ook ontzettend belangrijk voor zijn of haar naaste. Door de persoonlijke aandacht wordt de best mogelijke zorg geleverd en voelen mantelzorgers zoals Luc zich begrepen en gesteund.